zijn ze bij Deltanx in de jaren 70 al mee begonnen om dat te ontwikkelen en verder te ontwikkelen. En dus een perfect systeem geworden. De continue onze namen te nemen van iPhone en iPad. Het hele systeem draait in principe om deze noemer. Dit is wat ze noemen de afsluiter. Je ziet jullie ook allemaal van die vingers in zitten. Die staan nu naar buiten. Dus zo gaan we in principe naar beneden. Nu zitten alle vingers erin. En dan als we op einddiepte zijn, dan trekken we eruit, dan komt dit ding eruit. Dan slaan die vingers naar binnen. Die pakken dan in dit stuk de buis. Deze gaat zo als eerste de grond in. Die staan hierin. En daardoor pakken ze die buis mee. Dan trekken ze alles weer mee omhoog met alle lagen die erboven zitten. Na dit apparaat is het heel simpel. We hebben een PVC-buisje en een buitenbuis. Dat stelt niks voor. Het is alleen maar bescherming om naar beneden te doen. Business zit hierin. Dit is wat ze noemen de kousenbuis. Hier komt die kous overheen. Die zo meteen in het monster zit. En die loopt dus eigenlijk vanuit hier naar binnen. En hier zit weer de PVC in. En daartussen zit een holle ruimte. En dan kunnen we van bovenaf kunnen we de spoeling erin gooien. Je kan ook heel duidelijk zien hier met de messing. Daar hebben ze een soort van opening in gemaakt. Dan kan die spoeling heel mooi doorheen lopen. Dus dan komt de spoeling weer tussen het monster en de kous. En de kous en de PVC-buis. Die spoeling is puur voor bedoeld om tegendruk te leveren. Maar ook om het monster een beetje te modelleren. Zo te noemen. Ja, het klinkt heel grof. Hij pakt niet het monster beter, het gaat ook naar beneden. Hij houdt hem in bedwang. Misschien hebben jullie het wel eens gezien als klei van grote dieptes gehad. Hij houdt hem naar boven naar de bus. Als je gewoon in die bus ziet de klei gaan zwellen. Dat wordt hiermee vervolgd. Dat is eigenlijk het principe van de meegemaakte.